Vandaag ga ik je vertellen hoe je overtuigend kunt presenteren. Met een goede presentatie kun je de jury nog beter overtuigen. Je presenteert jezelf namelijk tijdens het betoog en in het debat. Met presenteren let je op je stem, je houding en je ogen. 1. Je stem. Met je stem breng je over wat je wil zeggen in het debat. Aan je stem kan de jury horen of jij het belangrijk vindt wat je zegt, of je het echt meent en ook of je snapt wat je zegt. Je kunt met je stem spelen. Soms kan je iets heel hard zeggen of zacht of heel langzaam om de nadruk erop te leggen of een stilte laten vallen om de jury nieuwsgierig te maken. Al die dingen kun je doen met je stem en daarmee breng je je boodschap nog duidelijker over. Niet fietsles. Tuurlijk is fietsles hartstikke goed. Maar moet dat op school? Nee, dat kan ook op een andere plek. 2. Je ogen. Je komt goed over op de jury als je de jury goed aankijkt terwijl je praat. Dan ziet de jury dat jij het belangrijk vindt en goed tot ze door wilt dringen. Gevaarlijk is, we moeten ook gewoon op de telefoon. Maar op de fiets met de telefoon gaan fietsen. 3. Je houding. Je komt goed over als je goed rechtop staat. Zet ervoor je beide benen goed uit elkaar, zodat je stevig staat. Ook handgebaren kunnen helpen om je boodschap nog beter over te laten brengen. Beste jury, tuurlijk, allemaal leuk en aardig. Wij willen ook als kinderen fietslessen krijgen. Je gaat zo debatteren. Kijk in het volgende debat wat jij kunt doen om nog overtuigender over te komen. Bijvoorbeeld met je stem, door heel duidelijk te praten en je intonatie te gebruiken. Of door stevig te staan en mooie handgebaren te maken. Of met je ogen, ook als het eng is, kijk jij de jury goed aan. De volgende keer gaan we aandacht besteden aan de jury. Welke taken heeft de jury en hoe voer je die taken goed uit? Tot de volgende keer!